Wassenaarse seksruil breidt zich uit. Ouders keren kinderopvang de rug toe. En Leids dicté was nog best moeilijk. Het is vrijdag 9 maart en dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. Het moddergooien in de Wassenaarse politiek gaat verder. De politieke partij Wat Wassenaar Wil zegt aangifte te gaan doen van seksuele intimidatie door de wethouder Henk de Greef. De wethouder zou tijdens een nachtelijk drankgelag op het gemeentehuis tegen een vrouwelijke collega hebben gezegd dat hij daar met de gordijnen dicht en de kleren uit een lesje zou leren. Dat was al op 13 februari. Die mevrouw waar het over ging, die werd wel heel erg aangevallen en de fracties hebben toen voor gekozen om in eerste instantie haar een beetje uit de wind te houden. En waarom nu niet meer? Nou, omdat het een hele vreemde kant op gaat en die burgemeester maar blijft weigeren om meer te onderzoeken dan alleen die seksistische opmerking waar ze op focussen. Want burgemeester Jan Hoekema laat wel een onderzoek doen, maar alleen naar de seksuele intimidatie. Wat Wassenaar Wil en de democratisch liberalen vinden dat er veel meer mis is in de Wassenaarse politiek. Het gaat over de arrogantie van jullie hebben toch niks te zeggen, wij bepalen alles. Het gaat over hoe je als college het naar raadsleden toe doet. Dus integriteit van de wethouders, integriteit ook van de burgemeester. En omdat deze zaken niet worden onderzocht, werken Wat Wassenaar Wil en de democratische liberalen niet mee aan het onderzoek. Bezuinigingen op de kinderopvang hebben grote gevolgen. Door de hogere bijdrage haken veel ouders af en zoeken minder kostbare opvangmogelijkheden en halen daarom hun kinderen van de crèches af. Verslaggever Martine Boerkamp is bij kinderdagverblijf De Kleine IJsbeer in Den Haag. En zij vertelt om hoeveel mensen het gaat. Nou, volgens een onderzoek van Advocabel FNV blijkt dat 65% van de ouders hun kinderen minder vaak of niet meer naar de opvang brengen. En hier bij Triodos in Den Haag merken ze dat toch 10-15% van de kinderen minder komt. En dat is behoorlijk wat en dat hebben ze hier nog niet echt vaak meegemaakt. Ik werk al heel lang in de kinderopvang en dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus we kunnen ook niet zeggen, ouders hebben ongelijk, want het is kennelijk een hoop geld. Het is ook crisis in Europa, dus dat speelt ongetwijfeld ook mee dat ook op andere vlakken ouders meer moeten betalen voor zaken. Maar het blijft voor de kinderen vooral heel jammer dat ze niet gebruik kunnen maken van die vorming en die ontwikkeling in de kinderopvang. Wat merk jij van de bezuinigingen? Nou, ik merk heel veel, want die moesten opeens van 150 naar 200 gaan. Nee, naar 170 naar 200, dus ik merk 30 euro meer. Per maand is dat? Ja, per maand. Heb je overwogen om je kind minder vaak naar de opvang te doen? Nou, als ik kon, zou ik het dan gedaan hebben. Maar ik heb nog gedwongen die 5 dagen nodig. Dus ik moet die 5 dagen nemen. En wat ze hier merken bij Triodos is dat vooral ouders in achterstandswijken, ouders met wat lagere inkomens, hun kinderen van de opvang afhalen. En dat heeft nogal wat gevolgen voor bijvoorbeeld de taalachterstanden, want daar wordt hier aan gewerkt. En verder heeft het ook gevolgen voor de organisatie. Er staan groepen leeg, er zijn minder kinderen, de groepen zijn kleiner en tijdelijke contracten worden gewoon niet meer verlengd. Dankjewel, Martine Boerkamp in Den Haag. Leidenaar Pieter van Diepen heeft gisteravond de 6e editie van het Leids dicté gewonnen. Met 17 fouten was hij de beste in de categorie de professionals. In 2010 was hij ook de winnaar van het Nationaal dicté. De vorige zin nog één keer vooruit. Op de Weide A en Brasemermeer ziet u de zeiltjes van de lezers en de 470 klassen aan de einder verdwijnen. U bent winnaar van het grote dicté der Nederlandse taal. Is dit anders, het Leidse dicté? Ja, dit was in ieder geval een stukje moeilijker. Ik had ook 2 keer zoveel fouten als bij het grote dicté. Bij het Leidse dicté zitten er ook altijd, dat weten we en dat accepteren we en dat is ook leuk, een heel aantal Leidse namen. En er zitten genoeg gewone moeilijke dictéwoorden in om het echt een dicté van niveau te laten zijn. En bovendien een leuk verhaal. De Leidse Acropolis is een prachtlocatie voor taekwondo. Niet voor iedereen was het dicté een makkie. Sommige deelnemers bleken moeite te hebben met de typisch Leidse begrippen. Henry Lenverink. Die kent u niet? Ik ken hem wel.
Dat is onze burgervader, hè? Ja, ik ken hem. Maar Henry met een I aan het eind in plaats van een Y. Wat was de ander nou? Kokospakroon of zo? Ja, kokospakroon. Ja. Bij de amateurs was de Leidse Nel Lagers de beste met 29 fouten. Jonkheer Jan de L. uit Wassenaar staat vandaag opnieuw voor de rechter. Hij zou op tweede paasdag 2010 zijn vrouw hebben gedood in hun kapitale villa. De man heeft bekend, maar trok de bekentenis weer in. Het stel was pas 7 maanden getrouwd. En in een huis in Scheveningen heeft de politie een 15-jarig meisje uit Friesland teruggevonden. De tiener werd sinds vorige week vermist. De familie van het meisje maakte zich ernstige zorgen nadat ze een week geleden vanuit huis was vertrokken en niet meer terugkwam. De bewoner van het huis in Scheveningen is door de politie aangehouden. Het is een bijzondere dag voor het asiel, het knagertje. Het vertrekt met groot transport naar Frankrijk om daar 300 konijnen op te halen en naar Nederland te brengen. De dieren zijn afkomstig van een broodfokker die de diertjes lange tijd heeft verwaarloosd. De konijnen gaan de grens over omdat er in Frankrijk geen opvangcentra is voor knaagdieren. We gaan even dat hok leeghalen. Ja. Dat is ook wel leuk. Hou jij even de... De medewerkers van konijnenasiel Het Knagertje zijn zich al dagen druk aan het voorbereiden. Alles moet op orde zijn om de 300 konijnen heelhuids naar Nederland te krijgen. Want het leven van een konijn in Frankrijk is niet best. Je moet het voorstellen als een hele grote schuur. En daar lopen dan 500 konijnen door elkaar. En dat is meer allemaal nat en er liggen te veel keutels. En dan krijg je vanzelf andere problemen met de konijnen. Het konijnenasiel verkeert al tijden in financiële problemen. Toch halen ze nu konijnen uit het buitenland. Maar nou had ik een vraagje. Zou het mogelijk zijn dat we het achteraf mogen betalen? Jullie hebben geen ruimte, geen geld ervoor? Nee, we hebben niet ruimte voor al die 300 konijnen, want hier komen er maar 20 te zitten. Financieel gezien is het niet zo handig, alle benzinegeld en dergelijke. Maar we hopen toch op dat er mensen zijn die een beetje mee willen sponsoren. Ja, er komen straks nog meer vriendjes. In de 15 jaar dat ik nu besta, heb ik nog nooit meegemaakt dat ze uit het buitenland hulp nodig hadden van Nederland. Dus één keer in de 15 jaar mag je wel via hart strijken en buitenlandse konijntjes. Dit is niet de eerste keer voor Geertje in haar leven dat ze dieren redt. Toen we bij de papegaaiopvang hamstertjes gingen halen en gerbils, toen zouden ik er maar 40 meenemen en toen kwam ik er met 300 terug. En dus is het nog maar de vraag of het bij de 300 konijnen zal blijven. ADO Den Haag heeft de afgelopen 6 jaar maar liefst 10 directeuren versleten. Het laatste slachtoffer is commercieel directeur Dick Vierling. Hij wil niet zeggen waarom hij ADO Den Haag verlaat. Voor de duidelijkheid, ADO Den Haag heeft meerdere directeuren. Een algemeen, een commercieel, een directeur stadion en veiligheid en af en toe ook een technisch directeur. Na 2006 zijn er ongeveer 10 verschillende directeuren geweest. Na Langebach 2006 was het John van Ringelestein, Piet van der Pol, John Arsbach, Han Boer, commerciële directeuren Steven de HZ, Frans Bogaert, Rob Baan was er, technisch directeur, André Wetsel, technisch directeur. Dat was allebei heel erg kort. Uiteindelijk Matthijs Manders 2011, algemeen directeur, maar hij vertrok al na een paar maanden. Nu overgebleven algemeen directeur Kees Driebergen, zit er pas net, Dick Vierling, hij is opgestapt. En Maurice Westerhout, directeur stadion en veiligheid, is redelijk stabiel. Het is een hele lijst van mannen die het voor het zeggen hadden. En volgens de voorzitter van de businessclub van ADO is het niet goed. Het is niet goed voor de continuïteit, het is niet goed voor je beleid. Het is ook niet goed voor de duidelijkheid naar de supporters, de sponsors, naar al je stakeholders. Dat is niet goed. Toen de Raad van Commissarissen het overnam, hebben ze besloten veel zeggenschap te hebben in het beleid, samen met de directie. Het zogenaamde one-tier-model. En dat is volgens Gerritsen de reden waarom zoveel directeuren vertrekken. Een one-tier-model is dan een model waarbij de Raad van Commissarissen samen met de algemene directie de club besturen, dus samen de directie voeren. Dat houdt in dat je als directeur voor alles wat je moet doen even toestemming moet vragen aan de directie. Dat is buitengewoon moeilijk opereren. En heb je dan een sterke directeur, ja, dan zal hij na verloop van tijd daar genoeg van hebben en zijn conclusies trekken en weggaan. En de vraag is, wie stapt er als volgende in het kaartenhuis? Ja, Vierling legt per 31 maart officieel zijn functie neer. En wie zijn opvolger is, is nog niet bekend.
En nog meer nieuws over ADO Den Haag. De club wil keeper Robert Swinkels niet kwijt. Zijn contract loopt af, maar daarin is de mogelijkheid opgenomen dat hij kan blijven. En ADO wil dat dus heel graag. Dat heeft commissaris Paul Beiersbergen aan Omroep West laten weten. De doelman zou in de belangstelling staan van Ajax. ADO Den Haag wil voor volgend seizoen 2 gelijkwaardige keepers hebben. En Swinkels, die in het verleden eerste doelman was bij ADO Den Haag, heeft eerder aangegeven eerste doelman te willen worden. Maar staat ook open voor een langer verblijf. En Ebi Smolarek mist trouwens zaterdag de belangrijke wedstrijd tegen Heracles. De vader van de speler overleed woensdag in Polen. En Ebi blijft voorlopig in zijn vaderland. Dan gaan we naar het weer. Na het veelbelovende weer van gisteren zijn we benieuwd wat ons verder te wachten staat. Casper Hootsen van Meteo Consult. Het ziet er helemaal niet zo slecht uit, want vandaag en ook voor het weekend, de zondag bijvoorbeeld, kennen regelmatig ruimte voor de zon. Dat bij temperaturen die in de middag uitkomen tussen zo'n 9 graden aan het strand en 11 graden in de buurt van Alphen aan den Rijn en Gouda. Verder grotendeels droge dagen dus. Vanavond wat motregen en morgen, ja, dat is toch de slechtste van de komende 3 met dan mieze regen. Maar later, dan komen de opklaringen van zondag alweer dichtbij met later op de dag van de zaterdag alweer de eerste zonnestralen. En dan een vooruitblik op de uitzending van vanavond. Ernst de Jonge was geheim agent in de Tweede Wereldoorlog. Hij krijgt nu de erkenning die hij nooit helemaal heeft gehad. Zijn broer Marien onthult namelijk vanmiddag een plaquette bij studentenvereniging Minerva in Leiden. Voor de oorlog was Ernst daar zeer actief en bevriend met soldaat van Oranje, Erik Hazelhof Roelsema. Ernst wist in de oorlog Londen te bereiken en werd toen weer op uitgestuurd door prins Bernhard. Hij is dus aan wal gezet door zijn vroegere studiegenoot Erik Havels Roesema. Die een speciale bootdienst had uitgedacht door middel van Engelse motortorpedoboten en op het laatste moment met een klein roeibootje aan wal gebracht. Welke opdracht kreeg hij mee? Hij kreeg de opdracht mee om een inlichtingorganisatie op te zetten. Ja, en meer over deze geheim agent Ernst de Jonge vanmiddag om 5 uur in het TV West nieuws. En dit was het voor nu. Meer nieuws uiteraard op onze website omroepwest.nl en op 89.3 Radio West. En straks dan kunt u nog kijken naar het programma ADO TV met alle wetenswaardigheden over ADO Den Haag. Vanmiddag om 5 uur dus een nieuwe uitzending van het TV West nieuws. Graag tot dan. Nog een fijne dag.